Het is 2 januari 2022. En afgelopen jaar, 2021, is nogal een hectisch jaar geweest. Ja, met hoogtepunten zeker, maar ook met teleurstellingen. Veel teleurstellingen, strepen door plannen die niet door konden gaan. Ja, teleurstellingen. Zoals iedereen van jullie ongetwijfeld heeft ervaren. En je hebt de neiging om dat dan maar over je heen te laten komen. Zo van, ja, het zal wel. Ik maak er maar het beste van. Maar ik merkte dat ik daar helemaal niet gelukkig van werd. Ik werd daar juist depressief van. Maar de afgelopen maanden heb ik ontdekt wat mijn overlevingsmechanisme is. Waardoor het voor mij leuker wordt en handelbaarder wordt. En dat wil ik graag met jullie gaan delen. Bij elke tegenslag moet je dat natuurlijk even verwerken. Even slikken van oké, het gaat niet door. We hebben weer een lockdown. We mogen dit niet, we mogen dat niet. En balen. Maar terwijl ik dat deed, dat balen, kwam er ook een soort stemmetje in mij omhoog die zei van je moet wat doen. Het is, je moet wat zoeken. Je moet wat. Het was gewoon een beetje opstandigheid in mij naar boven kwam. Die ervoor zorgde dat ik op zoek ging naar iets waar ik mijn ei in kwijt kon. Iets waar ik blij van werd. Iets waar ik, zeg maar, wel op een manier kon mijn leven kon inrichten zoals ik dat wilde. En zodra ik dan een project had gevonden, of een uitdaging, of een doel, hoe je het noemen wilt. En ik dacht altijd van, ja, dat ga ik doen, dat wil ik leuk. En daar zet ik mijn tanden in. En zodra ik dan die eerste stappen had gezet om dat te realiseren, merkte ik dat ik blij werd. Ik was weer op de toekomst gefocust. Ik was weer gericht op nieuwe dingen doen, nieuwe dingen ontdekken. En ik hield me niet meer bezig met al die shit die achter me lag. En dat werkt gewoon. Dat is gewoon zo heerlijk. En dan kan je denken aan uitdagingen op wandelgebied. Ik ging lange afstandswandelingen maken. En daar leg ik dan steeds meer mijn eigen doelen. En ik kom steeds verder. Maar ook op schildergebied, juist op schildergebied. Zo van, oh, dat zou ik wel eens willen gaan schilderen. Of met dat materiaal zou ik willen werken. Of, en dan ga ik erover nadenken van, hoe zal ik dat dan gaan doen? En wat moet ik daarvoor doen om dat dan ook te realiseren? En dan ben ik zo bezig met dat schilderen en de verf en de materialen. Dan word ik helemaal blij. De truc is om een uitdaging of een doel te hebben en dat doel niet te ver weg te laten zijn, maar ook niet te dichtbij. Dus ik heb een heel groot doel voor dit jaar, ongeveer een half jaar gezet, van de zomer. Dan ga ik een hele lange wandeling maken. Ik ga een stuk van de Camino lopen, de Santiago de Compostela. Groot project, mooie uitdaging en het maakt me heel gelukkig om daarmee bezig te zijn. Dus stel je doel niet over een week, maar over een paar maanden. Maar ook niet over een jaar, want dat is te ver weg. Je moet er wel direct mee aan de gang. Je moet ermee bezig zijn. En je moet het dus haalbaar maken. Dus jij bent degene die zorgt dat het slaagt. Jij moet jezelf focussen. Jij moet er wat voor doen. En je moet niet afhankelijk zijn van of er iets anders gebeurt. Of anderen mee gaan werken. Of dat je iemand anders nodig hebt om het te realiseren. Nee, je moet een doel stellen zelf. Voor jou persoonlijk, wat jij gaat doen en ontwikkelen. Dus niet te ver weg, maar ook niet te dichtbij stellen. Haalbaar, dat niet iemand een streep door je rekening kan trekken, zoals de overheid en met de coronamaatregelen. Nee, zelf, dat jij het kan realiseren. En het moet dus een uitdaging zijn. Dat je iets nieuws gaat doen. Dat je uit je comfortzone, dat je iets gaat... Nou, en het kunnen hele kleine dingetjes zijn. Hè? Het klinkt nu heel groots, maar het kan ook kleine dingen zijn. Maar gewoon iets waar je echt je best voor moet doen. Dat is het eigenlijk wat belangrijk. Je best ervoor doen. Je moet er iets voor doen. Het is dus belangrijk om een persoonlijk doel te stellen. Dus niet, ik bedoel, ik heb ook zakelijke doelen. Natuurlijk, ik wil ook dat mijn werk doorgaat en dat mijn werk uitgebreid wordt en wat dan ook. Maar met die zakelijke doelen ben ik afhankelijk van heel veel andere mensen. Van de overheid die misschien een lockdown weer afkondigt. Of van of ik genoeg klanten krijg, of dat, noem maar op. En het is best wel belangrijk dat mijn werk goed loopt, mijn inkomen. Dus dat is niet echt iets waar je dan vrijblijvend omgaat. Nee, het gaat
met je gelukgevoel erom dat jij persoonlijk, jij als persoon, dat jij een persoonlijk doel hebt en dat je daar gelukkig van wordt. Dus voor mij was dat dus wandelgebied en ook op schildergebied. En ik heb afgelopen jaar heb ik op beide gebieden, zowel op wandelgebied als op schildergebied, een cursus gevolgd, een online cursus. Ik hoefde nergens heen, kon het lekker thuis doen achter mijn computer. Ik kon gewoon bepalen wanneer ik de lessen volgde. En ik heb er heel veel aan gehad. Ik heb het gewoon toegepast op mijn wandelen en in mijn schilderen. En daar ben ik heel blij van geworden, want dat was een stap in de realisatie van mijn doelen. Dus als je een doel hebt, maak dan ook een stappenplan. Wat moet ik ervoor doen om ervoor te zorgen dat ik dat doel ook realiseer? Dus dat je ook echt in actie komt. En bij elke stap die ik zette, een cursus die ik had gevolgd, materiaal die ik had gekocht, bijvoorbeeld wandelschoenen, nieuwe penselen, noem maar op. Daar werd ik weer blij van, want het was weer een stapje dichterbij naar het halen van mijn doel. Dat is dus mijn overlevingsdoel of mechanisme. En ik merk dat ik daar heel gelukkig van word. Dus, ik wens jullie allemaal een heel uitdagend 2022. Zet een doel en maak die eerste stap. En laten we gewoon het een knallend goed 2022 maken.